Ik ben Hans van Rij. Ik ben de oprichter van Van Rij Groenverzorging. Ik heb dit opgericht in 1990, nadat ik 16 jaar bedrijfsleider geweest ben bij een bedrijf in Nijmegen. Ik ben klein gestart. Samen met mijn vrouw Willy hebben wij dit 25 jaar gedaan. We zijn begonnen aan de Energieweg. Na 2 jaar moesten we al uitbreiden. In de loop van de jaren gaven Jan Willem en Maarten aan om ook in het bedrijf te willen. Na het afronden van beide studies hebben ze eerst elders gewerkt en daarna zijn ze bij ons in het bedrijf gekomen. Ik ben Maarten Verhey, de jongste van de drie. Binnen ons bedrijf ben ik verantwoordelijk voor het commerciële gedeelte. Ik heb het eerste contact met klanten, ik maak de calculaties, schrijf de daarbij horende offertes uit en doe de aanbestedingen. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor het personeel en de organisatie en draag zorg voor de diverse certificeringen die wij binnen ons bedrijf hebben. Met Van Rij Groenverzorging willen wij een leefbare buitenruimte creëren voor ons allemaal. Dit doen wij voor een grote diversiteit aan opdrachtgevers. Denken wij aan gemeentes, bedrijven, instellingen en particulieren. Aan deze opdrachtgevers bieden wij een totaalpakket voor de volledige ontzorging van een buitenruimte. Dit in de vorm van aanleg en beheer van een diversiteit aan ruimtes in de vorm van tuinen, terreinen en openbare plantsoenen. Ik ben Jan Willem Verhey. Ik ben verantwoordelijk voor de planning en de uitvoering binnen Van Rij Groenverzorging. Voor onze diverse opdrachtgevers hebben wij zo'n 10 miljoen vierkante meter buitenruimte te onderhouden. Dit doen wij met circa 80 mensen in het seizoen. En daarvoor hebben we 30 voertuigen beschikbaar en zo'n 400 machines. Een mooi voorbeeld van een van onze opdrachtgevers is de Dela. Voor de Dela doen wij het totale terreinonderhoud, de gladheidsbestrijding, aanpassingen in de inrichting van het terrein en natuurlijk alle onderhoudswerkzaamheden. We voeren ook onkruidbestrijding op verharding uit. Sinds het verbod op de bestrijdingsmiddelen hebben we moeten kiezen voor een alternatief. Hier hebben we voor hete luchtmachines gekozen. Dit is veilig voor de omgeving en deze hebben de minste milieubelasting. Om de werkzaamheden efficiënt te laten verlopen, investeren wij veel in automatisering. Onder andere in een GIS-systeem. Met dit GIS-systeem zien onze medewerkers op een iPad waar ze welke werkzaamheden uit moeten voeren. Voor ons personeel vinden wij het belangrijk dat ze de ruimte krijgen en zich eigenlijk kunnen ontwikkelen en doorgroeien naar dat wat ze graag willen. Daarnaast vinden wij de onderlinge sfeer binnen ons bedrijf ook heel belangrijk. Groei en ontwikkeling heeft altijd centraal gestaan binnen ons bedrijf. Een recent ontwikkelmoment was de bedrijfsovername in Hengelo Gelderland. Vanaf 1 mei 2019 werken we daar vanuit onze tweede vestiging onder de naam Van Rij Bosman Groenverzorging. Op deze manier willen we onze klanten in een groter werkgebied op een duurzame manier blijven bedienen. Deze continue ontwikkeling willen we blijven voortzetten. We willen als Van Rij Groenverzorging vooraan meedraaien in de markt en ruimte blijven bieden aan de hele organisatie. En belangrijk hierbij is dat wij plezier blijven houden. Tevreden klanten, tevreden medewerkers geeft een tevreden ondernemer.